staat er. Jullie zien dit scherm voor je? Ja. Mooi. Nou, dan gaan we hier beginnen. Moment eventjes nog. Ja. Oké. Sha'ala Cleopatra. Even, we hadden vorige keer gehad over dat er dus Samaritanen waren, die Shomronim heten die. Mensen die dus in de buurt van Shomron, Samaria wonen. En die accepteerden wel de schriftelijke Torah, maar de uitleg van de Torah, zoals die door aan Mozes gegeven werd op de berg Sinai, waar hij 40 dagen en nachten vertoefde, die accepteerden zij niet. En zij haalden steeds allerlei argumenten over neer van de rabbijnen, dat er een Olam Haba, een toekomstige wereld zou zijn. En nou, die discussie hebben we vorige keer gehad. En nu zijn de Romeinen aan de beurt. En zo was ook een koningin Cleopatra, die kennen jullie natuurlijk allemaal. Was een, en die vroeg het volgende. Sha'ala Cleopatra. Cleopatra die had een vraag. Malgata, dus de koningin Cleopatra, had een vraag et Rabbi Meir aan Rabbi of voor Rabbi Meir. Amra, ze zei namelijk het volgende. Yadena, ik weet, de Gaye, Shigwi, dat degenen die in het graf liggen weer zullen herleven. Dichtief, omdat er geschreven staat in de psalmen, namelijk in psalm 72, vers 16. Er staat het volgende geschreven. Ik zal de hele pasuk even voorlezen. Yehi fisat bar ba'aretz. Dus mogen er een overvloed aan graan in het land zijn. Berosh harim. En op de bergtoppen. Yeringash kalawanon. Perio. Mogen de tarwekorrels ruisen door de wind. Zoals in Libanon. We yatsitsu meir ke'esefa ares. En zij, en daarmee wordt bedoeld Israël. Dus we yatsitsu en zij Israël. Die mogen ontspruiten. Hè, die mogen opbloeien. Meir vanuit de stad. Vanuit het midden van de stad. Jeruzalem wordt hiermee bedoeld. Ke'esefa ares. Als het graf der aarde. Dus die psalm waarvan onze geleerden zeggen dat deze psalm eigenlijk, dus psalm 76, in zijn geheel op de Olam Haba slaat, op de toekomstige wereld. Deze psalm is niet door koning David zelf geschreven, maar door Asaf. En dat is een lied wat bij snarenspel gemaakt is. En dat gaat ook eigenlijk over de toekomstige tijd. Want Ik leef nu in Israël, zoals jullie weten. Wat je hier meemaakt, dat is echt ongelooflijk. Hoe je ziet hoe het volk bloeit eigenlijk. Hoe de mensen, de mensen zijn ongelooflijk altruïstisch. Ze zijn lief. Je wordt geholpen. Het is ongelooflijk. En daarom... Wanneer worden deze vier laatste woorden gezegd? Wajitsu meir ke'esef ha'aretz. Ja, dat wordt ook in de Haggadah van Pesach gezegd. Zei je dat? Er is een speciale gelegenheid wanneer deze vier woorden gezegd worden. Ja. Dat is bij het verlaten van het Kever Overs. Wordt er wat uit de aarde getrokken. En achter je gegooid en daarna zeg je deze vier woorden. Klopt. Dat wordt inderdaad, wanneer men het, de begraafplaats verlaat, wanneer dus het stof of het aarde, in Israël gaat dat met steen, maar in Holland nog met aarde op het graf wordt gegooid, dan wordt deze zin uitgesproken. Maar deze hele psalm eigenlijk, die duidt op de toekomst. En... ja, dat is een prachtige psalm, je moet maar eens lezen. Nummer 72. Ja, en in deze psalm worden de mensen vergeleken als gras.
juist hè, zoals het gras groeit, zo ook, zullen ook de doden als het ware uit de aarde tevoorschijn schieten. En het woord pishat, wat komt in deze psalm voor? Ik weet niet of het hier voorkomt. Nee. Dat is een uitdrukking in het vers wat ik er net aanhaalde. Dus het vers in psalm 72 vers 16, daar komt het woord pishat in voor. En dat is een uitdrukking van overvloed. Nou, als je hier in Israël om je heen kijkt, als je ziet hoe snel de bomen en de vruchten aan de bomen rijpen, en dat het niet één keer, maar verschillende keren continu de vruchten aan de bomen, als ze beplukt worden, dat er weer nieuwe vruchten tevoorschijn komen. En dat is echt een teken van de komst van de Olam Haba, van de toekomstige wereld, zoals dat hier op dit moment meemaakt. Goed, dan gaan we verder. Ella, dus Cleopatra, ik ben van dit vers op de hoogte. En ik weet ook op basis van dit vers dat jullie geloven dat er de Messias zal komen en dat er een opstanding der doden is. Ella, maar, vraagt ze dan, kus je hen om het dien? Op het moment dat zij opstaan uit hun graven, om het dien Arumim, staan ze dan op zonder kleren, dus naakt, bloot. Of woes je hen om het dien? Of staan zij op terwijl zij hun kleren aan hebben? Ja? En het antwoord was Amarla. En Rabbi Meir gaf haar het volgende antwoord. Kal Wachammer Mechita. Het antwoord op je vraag kan gegeven worden op basis van een Kal Wachommer. Dat is een a fortiori redenering. Namelijk op basis van wat er geschreven is over Gita. Over tarwe. Gita is tarwe. In het algemeen. Uma Gita Shinikbara Aruma. Zoals tarwe wat naakt is als het zaadjes zijn. Hè? Tarwe wordt naakt in de vorm van zaadjes zonder bedekking uitgestrooid. Jotse A. Hè? En wordt als het voor, ze wordt dus shenikbara aroma. Die zaadjes worden dus als het ware naakt uitgegooid in de grond. Net zo goed als de doden zonder hun eigen kleding. Begraven worden, maar in Israël en ook in Nederland en in heel de wereld is het de gewoonte dat Joodse mensen in een doodskleed, een wit kleed, begraven worden met een wit hoedje op en een doekje voor de mond. Alle mensen zijn gelijk, ze hebben allemaal dezelfde witte kleding en die witte kleding wordt ook gedragen, die kiezel wordt, die tagrigin, die witte kleding, die worden ook gedragen op Yom Kippur en op Grote Verzoendag en op Rosh Hashanah op Nieuwjaar. Omdat we ons allemaal eigenlijk, als we, want die witte kleding is ook overigens een teken van vreugde. Hè? Zoals koning David in een wit kleed dansend, toen Jeruzalem heroverd of veroverd was, dansend in een eenvoudig wit kleed de stad binnenkwam, zo zijn wij ook verheugd op de Yom HaDin, op de dag van het gerecht, toen de wereld werd geboren, en op Grote Verzoendag, en kleden wij ons voor God in een wit kleed. Het is ook een gewoonte bij sommige Joodse mensen om in witte kleding naar shul te gaan, in tegenstelling tot andere mensen die in het zwart naar shul gaan, notabene nog met een bontmuts op. Zwarte kan het niet. Ik zeg altijd, kleed je in het wit, dat is het teken van vreugde en dienstbaarheid aan God. Gaan we verder. Dus zoals tarwe in de vorm van zaadjes naakt in de grond wordt uitgestrooid en begraven wordt. Jotse bekama lewushim. En als tarwe vervolgens weer herrijst, ja, dan worden die korrels zijn dan niet meer naakt, die tarwekorrels, maar zijn in een aantal velletjes liggen over de naakte tarwekorrels heen. Dus die tarwekorrels die zijn bedekt door velletjes. En zo is het ook met tzadikim, des te meer geldt dit, hè, Kal Wachommer, nou, voor theorie redenering, zoals de zaadjes van de tarwe naakt gezaaid worden en levushin met omhulsels, als graankorrels toch omhuld zijn weer
tevoorschijn schieten. Zo is het ook met de rechtvaardigen, tzadikim, shenik barim, mevushehen, die in hun kleding, notabene in de tagrigim, begraven zijn. Al agat kama wa kama, des te meer zullen zij gekleed herrijzen uit de dood. Dus dat is een echt mooie verklaring over de over de herrijzing der doden. Nou, gaan we even verder. Even de tekst naar beneden schuiven. Ja. Marley Caesar le Rabban Gamliel. Vervolgens vroeg de keizer aan Rabban Gamliel. Rabban Gamliel was bevriend met de Romeinse keizer. En de keizer vroeg aan Rabban Gamliel het volgende. Amrishi, je hebt gezegd, de Shagwe Gaye, dat degene die in een graf liggen, dus de doden, dat die weer zullen herleven. Hohave Afra, maar die doden, die zijn toch tot stof vergaan. Afra Kagaye, en is het dan mogelijk dat het stof weer tot leven komt? Nou, dat is op zich een hele legitieme en logische vraag. En het antwoord is het volgende. Amra le Barthe, de dochter van de keizer, die zei tegen Rabban Gamliel het volgende. Shevike, laat hem, de keizer, laat hem even gaan, Rabbi. Waana en ik. Maar daarna nee, ik zal mijn vader antwoord geven op zijn vraag. Nou, dat is wel heel bijzonder dat dus de dochter van de keizer antwoord geeft en dat Rabban Gamliel dat niet hoeft. En zij zegt, ze geeft het volgende voorbeeld. Shnei Yotzrim Yesh Beirenu. Er zijn in onze stad zijn er twee pottenbakkers. Ja? Echad Yotzer min Amarim. Eén maakt aardewerk met behulp van water en uitsluitend uit water. We een gat jotse in minhatit. En één maakt dit uit klei. Eze me hen, vervolgens vraagt zij aan haar vader, Eze me hen, wie van deze twee, Mushubach, is het meest vaardig in zijn vak? Amar, le, ze, jotse min amayim. Toen antwoordde de keizer zijn dochter, dat is natuurlijk die pottenbakker die kruiken maakt, die potten bakt uit water. Die is het meest vaardig. Immers, het is natuurlijk onmogelijk om uit water potten te bakken. Dus dat moet wel iets heel bijzonders zijn. Amarle, zei de dochter van de keizer, zei vervolgens tegen haar vader. Min hamayim tsar min atit lokosikein. Als God uit één onwelriekende druppel zaad, die uit water bestaat, ja, mensen kan laten ontstaan, dan kan hij toch des te meer, dus ook hier ook weer een a fortiori redenering, dan kan hij, God, des te meer mensen uit klei of uit het stof der aarde maken. Dus het argument dat de mens tot stof vergaan is en dat hij ook uit stof gevormd is, vormt geen enkel argument, want als God in staat is, als het leven in staat is gecreëerd te worden uit een dode druppel zaad, des te meer geldt het dat God in staat is om uit stof der aarde, het leven te creëren. De B. Rabbi Ismaël, in de academie van Rabbi Ismaël, Tana, wordt een andere versie van de parabel die de dochter van de keizer aan haar vader vertelt in een braaisje geleerd. Kalwa gomer mikle zegugit. Op de zekerheid van het herleven der doden kan eigenlijk gewezen worden door middel van een a fortiori redenering uit op basis van het vak van een glasblazer. Ma, kli zegugit, zoals glazen voorwerpen,
Shema Alan Beruach Basar Wa Adam Nishberu. Die in een uiteindelijke vorm gemaakt worden door de mens van vlees en bloed. Daar, de tekst is weggevallen. Oh, de tekst is weggevallen. De tekst is weggevallen, hoe kan dat dan? Nou, dan moet ik even kijken, moment jongens. Oh ja, ik zie het. Ik moet me weer aanmelden. Wat een gedonder is dat. Er is een update van Zoom geweest. En sinds die update... Even wachten, mensen. Ik ga me weer even aanmelden. Nou, kom op. Echt, wat een gedonder is dat toch. Moment, hoor. Daar gaat die Zoom. Openen. Deelnemen aan vergadering. Aanmelden. Zet het voor. Even kijken. Inleiding. Deelnemen. Wachtwoordcode. Ja, daar ben ik weer. Ik kan weg. Nou, dan moet ik sharen. Zien jullie het weer? Ja. Ja. Mooi. Even kijken waar ik was gebleven. Ja, dat was dus in die glasblazen. Ja, ja maar zoals een glasblazen die door middel van zijn adem, hè, een mens van vlees en bloed, door middel van zijn adem een gebroken stuk glas wat hij gemaakt heeft, dat in duizenden stukjes uiteengevallen is. Ja. Dat hij uiteindelijk weer Yeshlahem Takana Basar Wadam, dat deze in stukjes uiteengevallen stukjes glas, dat die weer tot een mooie vorm gecreëerd kunnen worden door een glasmaker, die een glasblazer die gemaakt is van vlees en bloed, en die bestaat uit de adem die hem door God, Shilakados Borgu, is ingeblazen. Ja, dus als een glasblazer al glas kan blazen en een prachtige vorm kan maken, laat staan dat de heilige geloofse hij in staat is door zijn levensadem de mens te creëren. En het staat ook in het begin van het scheppingsverhaal, dat weten jullie, dat God zijn adem inblies in de mens. He, Ruach Elohim, de adem van God, die werd in de mens ingeblazen en hij werd tot een nefesh gaya, tot een levend wezen. Ja? Goed, dan gaan we verder. Goed. Amar le ahu mini le rabbi Ami. Er was eens een ketter die Rabbi Ami het volgende vroeg. Amri so de shechivwe gaye. Er wordt gezegd door jullie Israëlieten dat degenen die in het stof liggen zullen herleven. We ho have afra we afra mikochaye. Hoe is het dan mogelijk? En waarom verworden de mensen dan tot stof en, als ze sterven? En wie is in staat om stof te doen herleven? Amar le, en Rabbi Ami zei het volgende tegen deze man. Emshol lecha mashal. Ik zal je een parabel vertellen. Lama hadabar daarmee, waarmee je dat wat je zegt kunt vergelijken. Le melech basar wadam. Je kunt het namelijk vergelijken met een koning van vlees en bloed. She amar le avadav,
die tot zijn dienaren zegt: Legu gaat heen, Uvenuli en bouw voor mij Palterin Gedolin, een groot paleis, Bimkom Sheen Maim, op een plek waar zich geen water bevindt, we afaar, en ook geen stof, ook geen zand, om dat paleis te maken. Halegu, de dienaren gingen, Uvanu Oto, en zij waren inderdaad toch in staat om dat paleis te maken. Leyamim, maar na een aantal dagen, na Vlu, viel dat paleis, stortte in elkaar. Ja? Na verloop van een aantal dagen viel dus dat bouwwerk in elkaar. Amarlahem, volgens sprak de koning tot die bouwvakkers het volgende. Gazru, keer terug naar de bouwplaats. Uvanu Oto, maar maak nu op een andere bouwplaats, Bimkom Sheyesh Afar Amaim, op een plek waar wel voldoende water en zand aanwezig en stof aanwezig is, bouw daar het paleis. Amarulo, maar zijn dienaren zeiden tot hem: Een Anu Yecholin. Wij kunnen dat niet. We zijn daartoe niet in staat. Nou, die koning werd een beetje kwaad. Kaas alehem. De koning werd kwaad en hij zei tegen hen, waar Marla hen, hij zei tegen hen, Bimkom Sheen Maim, op een plek waar geen water is, waar afar, en geen aarde en zand is. Banikem, hebben jullie een paleis gebouwd? Achshav, en nu, Sheyesh Maim, op een plek waar water is, waar afar, en ook voldoende stof en aarde. Al agas kama wakama, moet jullie des te meer in staat zijn toch een paleis voor mij te maken. Ja? WMI en Rabbi Ami voegt hier nog een extra dimensie als het ware aan toe. WMI atam amin. En als jullie mij niet willen geloven, namelijk dat levende wezens door God uit het stof de aarde geschapen kunnen worden, C lewik A, ga dan eens naar een bepaald dal wat hier ligt, Wera'a, en kijk dan om je heen, Wera'a achtbaar, en kijk dan, dan zie je een soort muis, Shehayom Getjo Basar, die op de dag wanneer die gevormd wordt voor de helft uit vlees en bloed bestaat, en Getjo Adama, en de andere helft bestaat nog uit een vormloze substantie, die uit, als het ware uit dood materiaal bestaat, uit stof, le magar, en maar de dag daarna, hishrits vene ase klei kolok basar, maar de dag daarna is die geheel veranderd en kruipt hij rond als een sherets, als een kruipend beestje, geheel bestaand uit vlees en bloed. We gaan nog even, trouwens, dit diertje bestaat. Ik heb gelezen in analen van Tacitus, maar ook in de commentaren van Arashi en anderen, dat het een zogenaamde springmaus is, zoals ze in het Duits zeggen. Dat is een bepaald beestje. En als jullie wel eens jonge muisjes hebben gezien, die net geboren zijn, dan bestaan die uit een rozig lichaampje, maar je ziet dan ook een vormloze hoeveelheid, als het ware, vormloos materiaal, waaruit later die muizen volwassen worden. Dus in feite is het bezwaar tegen het feit van de herrijzenis van de doden op basis van het feit dat in het stof der aarde geen leven geblazen kan worden, is des te meer misleidend, omdat jullie, dat zegt God dus tegen die ketters, zelf toegeven dat God mensen creëert uit een onwelriekend zaaddruppeltje. En waarom zou je dan nu willen beweren dat het onmogelijk is dat God niet in staat zou zijn de mens te doen herleven uit het stof der aarde? En als jullie toegeven dat hemel en aarde door God geschapen zijn,
op basis van het principe iets uit niets, jesh me ayin, dat is het algemeen principe, iets uit niets. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord dat er bepaalde proeven zijn gedaan door wetenschappers. En dan hebben ze een positron, dat is een positief elektron, met heel veel kracht geschoten. En een positron, dat kunnen we eigenlijk helemaal fysisch gezien, kunnen we dat niet aantonen, maar in theoretisch is gepostuleerd, is gezegd dat er een, evenals een elektron, een negatief wolkje, een negatief deeltje om de atoomkern heen zwaait, zoals de aarde om de zon, zo is er ook een positron, een positief deeltje, wat even groot is als het elektron, dat positief geladen is. Nou is het interessant dat wanneer bij een natuurkundige een positron en een elektron, wanneer die tegen elkaar aan wordt geschoten, dan verdwijnt het. Dan is het niet meer aanwezig. Dat heet annihilatie. Dus hier wordt uit iets, wordt niets gevormd. Dus annihilatie is een natuurkundig proces wat in de fysica bewezen kan worden. Maar het omgekeerde is ook mogelijk. Als jullie wel eens een black hole, hebben jullie vast wel eens van gehoord. Dat is een gat in het heelal. Dat is donker. Waarom is het donker? Omdat de aantrekkingskracht van het black hole zo groot is, dat zelfs het licht wat daar in de buurt komt niet kan ontsnappen en weggezogen wordt in een black hole. En daarom is een black hole is black, zwart, omdat we het licht niet kunnen zien, want er wordt immers weggezogen. En nu moet je je voorstellen dus dat dat black hole een soort stofzuiger is. Hè? Maar in feite is het black, het is zwart, we kunnen het niet zien, er is geen materiaal meer in aanwezig. Maar als je in staat zou zijn aan de andere kant van een black hole te zijn, dus aan de andere kant van de stofzuiger, dan kwam er allemaal materiaal naar buiten. Dus iets uit niets is in feite een omgekeerde black hole. Nou, dat is een natuurkundige verklaring uit de filosofische uitdrukking in het Hebreeuws. Hebben wij het concept dat de hemel of dat door God de wereld of de kosmos gecreëerd is vanuit het fenomeen jesh me'ayin. Iets wordt uit niets gecreëerd. Als je nou dieper in de kabbalistische en de spirituele gedachtegang van het jodendom ingaat, dan staat er in het Sefer Yetzirah, in het boek der schepping, staat het volgende geschreven, dat God, als het ware, jullie weten, er staat in de Torah geschreven, Shema Yisrael, hoor Israël, Hashem Elokeinu, de eeuwige onze God, Hashem Echad, de eeuwige is één, vragen onze geleerden, waarom schrijft de Torah dat God één is? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En bovendien, als God één is, dan zou je ook kunnen zeggen dat je hem kunt tellen. Want één kan je tellen. Je kan ook zeggen twee, je kan ook zeggen drie. Nee, zeggen onze geleerden, je moet het anders zien. En God betekent in feite, God is zodanig één, dat alles wat in deze wereld is, als het ware gepermeëerd wordt, doordrongen wordt van het goddelijke. Dat zal ik jullie proberen uit te leggen. Het woord Egad is samengesteld uit een alef, uit een get en uit een dalet. De alef duidt op het ene, dat is één, dat is God die als het ware de eenheid van de hele wereld creëert en vormt. Zonder God zou die wereld niet bestaan. We zeggen in ons ochtendgebed dat God de wereld iedere dag opnieuw schept en in stand houdt. Als God maar even zou, als het ware, als je dat antropomorfisch zou voorstellen, hè, je kunt God niet met een mens vergelijken, maar wij mensen, wij moeten een soort voorbeeld kunnen creëren waarmee we het kunnen vergelijken. Als God één moment niet aan zijn schepping zou denken, dan zou er de schepping en wij en de hele kosmos er niet meer zijn. Nou, dat één God, dat betekent dus dat één zich met het vele verbindt. De alef is één, maar vormt als het ware, alef is ook aloef.
Aloef, in het moderne Hebreeuws betekent Aloef, dat betekent de legerleider, de overste, de baas van het hele leger, de baas van alle engelen, dat is de Aloef Ha'olam, de Heer der Kosmos, dat is God. En die eenheid, die is doordrongen, gepermeerd in de hele wereld. En die gat van de get van de Egat, die is niet, in deze, niet alleen in deze wereld, maar ook in de zeven hemelen boven ons en de aarde zelf. Dat is dus in totaal 8. Er zijn dus 8 werelden, namelijk onze aarde waarin wij wonen, waarin onze stoffelijke omhulsels zich bevinden en waarin onze neshama is ingeworpen. En daarboven zijn er 8 hemelen, 7 hemelen in totaal, vormen die als het ware de hele entiteit waarin God zich manifesteert. Ook in die 7 hemelen en ook op aarde. En dan heb je uiteindelijk de Dalet. De Dalet, dat zijn de 4 dimensies waarin wij leven. Hè, de 4 richtingen, maar ook de 3 dimensies van hoogte, breedte en lengte en de tijdsdimensie bij elkaar. Dus 4 dimensies waaraan wij gebonden zijn. En in al die 4 dimensies bevindt zich als het ware Hashem Egad, de eeuwige, die dat alles tot een geheel maakt. Wij kunnen de afzonderlijke delen waarin de schepping bestaat niet kunnen, die kunnen we niet zien met onze ogen. We kunnen wel een tikje bevroeden hoe die schepping in elkaar blijkt te zitten. We zeggen altijd, God is groot. Maar misschien is het omgekeerde ook waar. God is ontzettend klein. We kunnen hem niet zien. God zit in het kleine. Een voorbeeld kan ik geven. Probeer maar eens, als je bij een muur staat, de helft van de afstand tussen jou en de muur te overbruggen. En ga vervolgens weer naar de helft van die afstand. En ga vervolgens weer naar de helft. En ga vervolgens weer naar die helft. En ga vervolgens weer naar die helft. Kortom, je komt nooit tegen de muur aan. Er is een virtuele, niet zichtbare ruimte tussen jou en de muur. Dat zijn de zogenaamde virtuele ruimtes. Dat zijn de dimensies die opgerold zijn. En waar de natuurkundige van Hooft het over heeft in zijn geschriften en waarin de Kabbalah al genoemd wordt, de 10 sefirot, de 10 dimensies die er zijn, die opgerold zijn, die wij niet kunnen zien, maar die wel in onze wereld, zelfs in ons lichaam aanwezig zijn. Dus God die is als het ware overal aanwezig. En als God zich dan daadwerkelijk manifesteert op de berg Sinai op aarde, dan is alleen allereerst de Kol HaShofar, de stem van de shofar te horen, en dan is het muisstil. Dat zelfs de vogels die zingen niet meer. Alle dieren die zijn rustig geworden, de mens is rustig, en dan klinkt de stem van God. En die zegt, Anochi, ik ben. Hij is de enige die er is, er was en er zal zijn. En dat is de betekenis dus die de rabbijnen hebben geduid op het principe van Yesh Me'ayim, dat iets uit niets kan ontstaan. En als we verder lezen in het traktaat Shabbat, dan wordt er een zogenaamde parabel gepresenteerd tussen het scheppen van een mens, en die Talmud Shabbat, daar is water. Die wordt in deze parabel in Talmud Shabbat wordt gerepresenteerd door de dauw, de tal. Jullie weten dat het Joodse volk God om regen vraagt, maar Shiv Haruach Umorita Geshem. Hij die de wind laat waaien en de regen laat vallen. Want als er geen regen was, dan zouden onze gewassen niet groeien. Als er geen regen was, dan zou überhaupt de schepping niet mogelijk zijn. Zoals jullie weten in hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Bereshit wordt gezegd dat we eet ja alleen min haaretz. Een damp steeg op vanuit de aarde en die drenkte de aarde en daardoor het gewas van het veld was nog niet ontsproten. Pas nadat het geregend had,
kwam alles op. Dus het leven is alleen maar mogelijk door water. En zelfs het menselijk lichaam bestaat, zoals jullie weten, voor 70% uit water. Nou, de dauw, dat is ook een wonder. Elke ochtend als je in de zomer, ook al is het heel erg warm in de zomer, tropisch warm hier in Israël, je gaat 's ochtends vroeg naar de velden, dan zie je druppeltjes dauw op de velden liggen. Dat is de tal, die komt niet. Waar komt die tal vandaan? Jullie denken dat die van beneden komt, maar die tal, die komt van boven, die komt min ha-shamayim. En er is een grote geleerde geweest, die heette Kuipers. Die heette Van Oort, professor Van Oort. Die leefde in Leiden voor en na de Tweede Wereldoorlog. En er is ook een beroemde sterrenwacht in Leiden, waar ik ben geweest. En die professor Van Oort, die heeft gepostuleerd, die heeft een theorie gehad, dat er buiten ons zonnestelsel een enorme wolk is, die om het zonnestelsel heen ligt, die vol met kometen ligt, maar ook met kleine stukjes gruis, en ook vol is met water. En wat gebeurt er nu? Het is aangetoond, en dat heeft hij ook de Nobelprijs voor gekregen, ik geloof al 60 jaar geleden, dat is er later pas aangetoond, dat er per dag 600.000 ton water in onze atmosfeer terechtkomt. En die komt uit die zogenaamde wolk van Oort. En die valt op de aarde neer in de vorm van dauw, die 's ochtends wij op de velden aantreffen. En als er geen dauw was, dan zou er geen leven zijn. Want in die hitte zouden alle planten door de hitte zouden die kapot gaan en verdorven zijn. Vandaar dat Eliyahu, daar hebben we een paar lessen eerder gehad, tegen koning Agaf zei, er zal geen regen vallen, maar de dauw, die had hij wel, hij zat niet de sleutel van de dauw, en daarom was er wel dauw op aarde. Maar als jullie 's ochtends de velden ingaan, dan zien jullie die dauw liggen. En er wordt gezegd in Talmud, Shabbat, ook folio 88b, dat de mens zal herleven door middel van tal, door middel van de dauw. Er staat het volgende, dat Rabbi Joshua, de zoon van Levi, die zegt het volgende. Met elk woord die uit de mond van de heilige geprezen zij hij komt, gaan de zielen van de leden van het Joodse volk uit het lichaam. Want er is gezegd in het Hooglied, in Shir HaShirim, hoofdstuk 5, vers 6, mijn ziel vliegt heen als hij spreekt. Omdat nu alle zielen van het Joodse volk rondom de berg Sinai tijdens het geven van de 10 geboden hun lichaam verlieten, toen hij zijn eerste uitspraak deed, hoe konden zij dan in staat zijn een tweede uitspraak te horen? Omdat God namelijk dauw of tal op hen liet neerkomen. Dezelfde dauw die in de toekomst de doden zal doen herleven. En op deze wijze bracht hij, God, hen weer bij de berg Sinai tot leven. Omdat er gezegd is in de psalmen, in psalm 68, vers 10, uw God die een overvloed van regen liet neerdalen, toen uw erfdeel, hè, dat is Israël, dodelijk vermoeid was, heeft u hen weer opgericht. En dit vers wordt ook gebruikt in Talmud Chagiga op folio 12b, om aan te tonen dat er een herleving der doden is. We gaan even weer terug naar waar we gebleven waren. We hadden het net over die muis, die voor de helft, dat diertje dat nog voor de helft uit stof bestaat en voor de helft uit vlees en bloed. En er was een Romeinse geleerde, die heette Plinius de Oudere, die heeft een werk geschreven dat heet Naturalis Historia. En Plinius die leefde rond het jaar 50 van de gewone jaartelling. En hij beschreef in zijn werken dat dit dier geslachtloos was en spontaan uit het zand van de aardbodem gegenereerd werd. En dit staat ook beschreven in de Mishnah in Talmud Gulin op folio 127a. En dat dier dat heet een hashoretz, een kruipend dier. En
dat moet misschien niet uitgelegd worden als een kruipend dier, namelijk dat het kruipend dier rituele onreinheid kan overbrengen, maar moet het woord sherets, kruipend, veel eer worden uitgelegd als ieder kruipend dier dat zich voortplant en een dergelijk dier kan rituele onreinheid tuma voortbrengen. Maar een kruipend dier sherets, dat zich niet geslachtelijk voortplant, en dat is dus dit diertje, brengt geen rituele onreinheid voort, zoals dat in de Mishnah beschreven staat. En daarom brengt een muisachtig wezen, dat voor de helft een dier is en voor de andere helft uit aarde bestaat, en dat dus spontaan gegenereerd wordt uit de aarde, omdat dit beestje zich niet voortplant en uit de aarde komt, althans volgens deze Baraita, brengt dit diertje geen rituele onreinheid over. En dit dier is dus een voorbeeld van het feit dat de heilige gelooft zijn hij wezens uit stof creëert. Nou, dat is natuurlijk, velen zullen zeggen, dit is een zogenaamde bobbemeisje. Dit is een beetje een fantasieverhaal. Maar Plinius de Oude heeft dit diertje beschreven. Dus dat is op zich natuurlijk toch wel een redelijk bewijs voor dat dit diertje bestaan heeft. Dan gaat de Talmud verder en die gaat het volgende vertellen. We im iatamami, en als je me nou niet wil geloven dat levende wezens door God uit de stof der aarde geschapen worden, ga dan maar eens naar het dal dat bij de berg hier ligt. Ure'u Achbar. Dat hebben we dus net gehad. En kijk, er is dus een soort muisachtig wezens. Ja, Jomget Jobazar. Wat de ene dag voor de helft uit vlees en bloed bestaat. Jomget Jo Adama. En de andere helft bestaat uit een vormloze aarde substantie. Le Magar. En ga de volgende dag, ga dan weer kijken. Hasharits. En dan kruipt het en is helemaal uit vlees en bloed geschapen. Het is helemaal van vlees uit, het bestaat uit vlees en bloed. En Rabbi Ami vervolgt zijn argumentatie. Shema Tomar, misschien zul je zeggen, Lisman Beruba, dat het voor dit schepsel een lange tijd duurt, bijvoorbeeld 1 tot 2 weken, om zich uit het stof der aarde te ontwikkelen. Maar om mijn argument toch kracht bij te zetten, Allee, Lahar, ga dan maar eens naar de berg die hier staat, Wurae, en kijk, Shehayom, 1 bo, Ella, Gilazon en Gad, dat vandaag er maar 1 slak te zien is, Le Magar, Yereduke Shamim, maar morgen als de regen valt, Menit Male, Kulo, Gilzonot. Dan is de hele berg is bezaaid met slakken. En dit fenomeen kunnen jullie ook in Nederland zien. Je ziet wel eens, als het een beetje bewolkt is, dan zie je 1 slak op het tuinpad. En dan gaat het regenen en je gaat wandelen op straat. Dan zie je overal honderden slakken op de aarde rondlopen. Dat is ongelooflijk. Nou, dan gaan we verder. Amarle Ahumine, en er was eens een zekere ketter, die zei, Le Gewia ben Pesisa, die zei tegen Gewia, de zoon van Pesisa. Dan moet ik even iets uitleggen over die naam Gewia ben Pesisa. De Gewia, dat was een geleerde, wiens naam afgeleid is van het woord, daar zit het woord divan in. En divan betekent in het Hebreeuws, hij die gebocheld is. Het was iemand die helemaal gebocheld, voorover gebogen liep. En dit wordt verderop hier in de Talmud verteld. En in de Talmud Yerushalmi wordt hierop gezinspeeld naar aanleiding van een vers in Leviticus in Vayikra, namelijk in hoofdstuk 21, vers 20. Daar staat er het volgende. Dat bepaalde mensen die bepaalde moemim hebben, een baalmoem, iemand met een lichamelijke afwijking, die mag geen dienst doen in de tempel. En daar wordt een voorbeeld gegeven, ook die been odak, of een man die gebocheld is,
het woord gibeen, dat woord dus, dat ligt dus gibeen, dat ligt, dat is etymologisch verband met het Aramese woord gewiha. Gibeen en gewiha, dat is dus, ja, dat lijkt op elkaar. He, dus een man die dus gebocheld is, of een cataract is, odak, he, of een cataract in zijn oog is en blind heeft, otewaleel, beeno, of een zichtbare kleurvermenging van zijn oog heeft, of een zweer, of ontmand is, zo'n man mag geen dienst doen als priester in de tempel. En Gwia ben Pesisa wordt ook wel genoemd in de Bereshit Rabba, dat hij ook een tovenaar was. En hij wordt ook genoemd Gwia Kosseen, dus Gwia de tovenaar. Nou, wat was er van deze bekend? Er was eens een ketter die zei dus tegen Gwia ben Pesisa het volgende: Waflegaum. Dat betekent, wee jullie zondaars. Ga jibbe de Amrinoen. Die zeggen dat de zon, dat de doden zullen herleven. Dus die ketter die zegt tegen, dus tegen Gwia ben Pesisa, dus tegen die gebochelde zoon van Pesisa, zegt hij, wee jullie zondaars die zeggen dat de doden zullen herleven. Amarle, wacht even hoor. Damrimu meese gaim. Ja, weten jullie dat jullie zeggen dat de doden weer zullen herleven? Amarle en Gwia antwoordden hen. Waflegon, wee jullie zondaars, jij ketter, wee jullie. Gaïwe de Amroen, wat jullie meese lo. Want jullie zeggen dat de doden niet zullen herleven. Gaïm de lo hawe gaïe de hoe. Als echter de niet-bestaande tot leven komen, ja, dus mensen die niet, dus wezens die niet bestaan, als die tot leven komen, ja, dus wij mensen die dus niet bestaan, hè, voordat we op aarde kwamen, jullie geloven dat we niet bestonden, maar wij zijn toch hier op aarde gekomen. Dus als, zoals jij zegt, niet-bestaande toch tot leven komen, ja, ga je de hoe, ga je log, coach je kijk, zouden dan degenen die eens geleefd hebben, niet des te meer herleven? Dat is een hele mooie vergelijking. Hè? Hij zegt, dus die Gwia Pem Pesisa, wij mensen die beweren dat er geen herleving der doden is, ja, hoe is het dan mogelijk dat wij die nooit bestaan hebben, nu op aarde leven? Zou het dan niet zo zijn dat we in de toekomst ook zouden herleven? Ja, dus dat is een hele bijzondere uitleg. Amarle, Gaiwoese Karisli, de ketter antwoordde hem op boze toon. Gaiwoese Karisli, je durft mij een zondaar te noemen? O Kaimno Baetnabach, als ik werkelijk uit de dood zou herleven, o Fistena le Akmuteg. Minach, dan zou ik je zo'n harde klap op dat moment geven dat je bochel helemaal weer recht is geworden. Amarle en Gwia die zei tegen hem, im atao sekein, als je dat doet, rofe umantikra ushahabe titol. Als je dat doet, dan zul je een vakbekwame dokter, dus een hele goede orthopeed genoemd worden, en zul je een groot honorarium opstrijken. Nou, dat is een beetje een leuk Talmudisch grapje, hè? Wordt hier, dus die Gwia die steekt als het ware de draak met deze ketter. Ja, aan het eind van dit hoofdstuk van dit traktaat Sanhedrin blijkt dat sommige type zondaars geen recht hebben op de toekomende wereld. En zijn er echter andere zondaars die wel zullen herleven en berecht zullen worden op de dag des oordeels. De ketter noemt nu de Joden die wel in de toekomstige wereld geloven zondaars. Deze ketter noemt de Joden die wel in de toekomstige wereld leven zondaars. Want hij was van op, want hij meende dat zij moeten lijden als de tijd van hun berechting is aangebroken of de dag des oordeels. De ketter die sloeg zich op de borst en zei,
wij hoeven ons hierover geen zorgen te maken, want wij geloven niet in de toekomende wereld. Maar het antwoord van Gewia was dat hij, de ketter, in feite de ongelukkige zondaar zal zijn, omdat hij de herleving van de doden in de toekomstige wereld ontkent en dus de gelegenheid verliest om spiritueel gereinigd te worden van zijn zonde door middel van een mikwe, door middel van een onderdompeling van zijn ziel in vuur. Zullen jullie zeggen, in vuur, hoe kan dat nou? Dat is toch verschrikkelijk pijnlijk? Nee, als ons lichaam gereinigd wordt, spiritueel gezien, door, in het mikwe door water, zo kan onze ziel spiritueel gereinigd worden door vuur. Dat vindt die ziel heel erg fijn, het is lekker warm, hij kan zich niet verbranden, maar hij wordt gereinigd spiritueel van alle zonden en vervolgens heeft hij een eeuwig deel aan de toekomstige wereld. Maar die zondaar die niet in de toekomende wereld gelooft, die zal niet gereinigd kunnen worden in dat mikwe, in het ritueelbad van het vuur en die zal dus weliswaar leven, maar in een hele andere spirituele toestand dan degene die wel in een mikwe is geweest. En nog even iets over die mensen. Wij hebben volgens deze ketter vroeger nooit geleefd, maar waar komen we dan vandaan? Iedere dag worden baby's geboren en ze zeggen onze geleerden dat wij, voordat we geboren zijn, onze neshama al in de foetus aanwezig is en dat die spiritueel gezien in het kaarslicht leert al datgene wat hij moet weten. Alle Torah-kennis wordt aan die ziel gegeven. Tot hij ter wereld komt, dan komt een engel, Gabriel, die geeft een tik op zijn bovenlip, dan krijgt hij een kuiltje. En dan is de plicht van ieder van ons om zich te weer te herinneren wat je vergeten bent. Dat is de taak die wij mensen op aarde, op deze wereld hebben. Nou, het is. Ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we nu beginnen met de discussie, met even met elkaar wat.